Na het winnen van gouden medailles op het Europees kampioenschap 3x3 en goud op het wereldkampioenschap van onder de 23 3x3 is Kiki Fleuren genomineerd als sporttalent van het jaar in Amsterdam. De Weertse Fleuren is daar genomineerd omdat zij daar woont en traint en we hebben haar aan de lijn. Hallo Kiki. Hallo, goedemiddag. Hallo, hoe is het nou om genomineerd te zijn? Ja, natuurlijk super vet. Nu ziet heel Amsterdam wat je hebt gedaan, wat je hebt gepresteerd afgelopen tijd. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, want het is basketbal. Hoe is jouw interesse voor basketbal ontstaan? Mijn broer Mick speelde basketbal in Weert gewoon. En mijn andere broer speelde voetbal, dus ik ben het met allebei begonnen. Om hun na te doen eigenlijk. En toen vond ik basketbal toch iets leuker. Dus, en toen bij basketbal gebleven. En je basketbalt dus nu op hoog niveau. Hoe ziet jouw week er dan uit als topsporter? Ik train 2 keer per dag. En dan in het weekend vaak een wedstrijd. Maar nu ben ik helaas geblesseerd. Dus ik train nog steeds 2 keer per dag. Maar dan net iets anders. Ja, en dan train je in Amsterdam. Want wat is de reden dat jij dus nu in Amsterdam bent en dan niet in Weert? Ik ben op mijn 14e naar CTO gegaan. Dat is een talentprogramma in Amsterdam. Om mezelf om meer te trainen en meer te ontwikkelen. In Weert was in toen de tijd alleen nog maar voor de jongens. En nu ben ik daar gebleven eigenlijk. En nu basketbal je daar. Zijn er nog andere sporten die je leuk vindt om uit te voeren? Ik doe eigenlijk niks naast basketbal. Ik denk dat het ook misschien wel slim is om dat niet te doen. Voordat ik... dat het misgaat, maar ik speel nu alleen basketbal. Ja, oké, goed om te horen. En nu ben je dus, maak je dus kans om de sporttalent van het jaar in Amsterdam te worden. Hoe werkt die competitie of hoe werkt dat? Je kan via Topsport Amsterdam Sportgala stemmen. En die stemmen worden geteld en daarnaast wordt ook nog bepaald door de jury wie er wint. Dus er kan gewoon op jou gestemd worden? Zeker. Nou, ik zou zeggen, spreek de mensen thuis toe en laat ze op jou stemmen. Ik geef je alle tijd. Doe maar. Het lijkt me leuk als jullie op mij willen stemmen. Zeker als iedereen uit Weert achter mij staat. En je kan stemmen op Topsport Amsterdam / Sportgala. En dan stem je bij Sporttalent van het jaar op Kiki Fleuren. Ja, wat goed om te horen. Dank je wel. En wat is nou de grote prijs, stel jij wint? Naast de titel? Geen idee. Geen idee. Nou, dat maakt ook allemaal niet uit. Je bent voor ons al de sporttalent van het jaar. Kiki, dank je wel dat je hier aanwezig wilde zijn. En succes nog met je sportcarrière. En misschien tot snel. Hier hoor je, hier hoor je.